Hey yo kijkers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen terug met Tim. Wee. Voor Minecraft Quest for the Ender Dragon. En vandaag jongens gaat een grote dag aanbreken. Want vandaag gaan wij in ons netherporteltje. Die even kijken. Daar staat, jawel. Daar gaan wij in. En oh mijn god, een skeleton met full bolter. Kom hier. Misschien krijgen we dat van hem. Zou cool zijn. Oh, wat een creepers. Bam! Power moves. Power move. Ook dood. Ik heb er niks van gekregen, geweldig. Maar misschien krijgen we extra pijlen. Hé, hey, ik heb een boog. Nice, ja? Kijk, ik heb een boog. Die skeleton dropt een boog. Dat is nice. Oké, zullen we naar de nether? Ik ga eerst, oké? Oké. Want... Beter gaan we het gewoon effect geven, gaan we er zo woesh alle twee in. Nee, maar kijk, het is echt lastig, want stel nou dat hij boven lava spawnt, dan ren je gewoon die lava in, dus dat moeten we niet hebben. Dus ik ga erin. En ik ga kijken wat het oh, holy shit. Shit, gek. Ik wil die spinnen gewoon er net erin. Nou, doei Tim. Ik zie jou aan de andere kant. Oké, nou, het is veilig om erin te gaan. Oké. Er zit een spin in de nether, wat? dat was te verwachten. Jezus. Oké, kom maar, Tim. Holy shit, man. Ik hoor een guest. Ja, nou, laat die guest maar even kijken. We moeten een fortress vinden. Dat is, wow, ik heb lag in de nether. Wacht even op mij. Valt bij mij wel mee, maar... Ik zet even mijn render distance wat lager. Zo. Even zien hoor. Als ik jou maar blijf volgen. We moeten uitkijken. Ik zo klek in de nether. Wat? Dat is niet normaal, ik ben aan het laggen omdat mijn frame drops opeens doet. Ik lijk niet zo heel erg veel. Ja, ik lijk wel heel wat, maar... Waarschijnlijk loop ik straks het vuur en dan ga ik dood. Ik heb een fortress gevonden. Nice, dan hebben we een nether ward. Het is wel helemaal ondergronds. Dat maakt niet uit, als ze er maar in komen. Ik leid even terug met de torches naar ons huis. Naar het portal. Wow, dat was close. Ik hakte naar beneden en ik viel bijna. Ik was één blokje weg van lava. Geweldig. Dit gaat echt helemaal ondergronds, hè. Wij gaan echt... Dit is echt op, hè. Ik denk dat we bij aflevering 30 of zo... de Ender Dragon hebben verslagen. Als we nou netter worden en blazes vinden, GG. Dan moeten we alleen nog endermens verslaan. En that's it. Waar zit de nether ward meestal? Onder trappen. Bij de trapjes in de buurt, zeg maar. Nou, ik kom jouw kant op. Ik heb ik zie een wither skeleton. Kill hem. Misschien kunnen we de wither ook nog wel verslaan. Nee, oké. Nee, daar ga ik niet heen. Laat me gewoon zitten, ik ga weer terug. Ja, oké, die dingen zijn wel heel gevaarlijk. Moet je eigenlijk met een boog verslaan, want die dingen die geven je de wither effect en daar word je niet blij van. En... Oh god, hier moet je niet in donderen, jezus. Ik was echt bijna ingelopen. Holy shit, gek. Oké, prima. Timmetje, kom eraan. Ik moet even hierin. Blaze, er is een blaze gespawnd. Nice, je hebt ook blaze spawners, misschien kunnen we die ook wel hakken. Blaze spawners hakken, wil je dat echt doen? Ja, dan kunnen ze in de normale wereld spawnen. Of we maken hier gewoon ook even een blaze spawner voor de... Ik bedoel dan voor de... dingetje. Oké, zo. Ik dek dat met die lava af hier zo. Even zien. Dan ga ik op zoek naar netherwood, oké? Ja, ik ben ook onderweg, maar... Ik zie nog niks. Oh, ik zie jou. Hallo. Hey, ik zie jou. Ja, joh. Hi. Dan ga ik deze kant langs. Zal ik deze even meenemen? De waas. De quartz. Ja, je kunt quartz mee gaan zeulen, maar... Waarom je dat nodig zou hebben, I don't know. Blaze spawner. Nice. Twee blaze spawners. Zal ik even teruggaan naar het huisje? Naar het huisje? Wat voor huisje? Het huisje, dan kunnen we hier... Oh nee, ik hoef het niet te halen. Als we maar hier even warp zetten... Ik heb twee blaze rods, of ik heb één blaze rod. TP donut movies, ik ga even helpen. Ja, oké, dat is jouw blaze spawner, daar. En dan ga ik naar de andere toe. Oh, deze is hier buiten. Nee, die kan ik ook wel aan, denk ik, de blazers. Coole nether. Set. Warp. Ik heb één blaze powder, dus dat is niet echt genoeg, maar... Blaze powder, hoe krijg je dan blaze rods? Nou, blaze rods, die krijg je. En als je hem in je crafting ding doet, dan krijg je er twee blaze powder van. Oké.
Dus Blaze Rats krijg je van Blazes, maar... We kunnen ook gewoon alle twee hier blijven staan, dan spawnen er twee, zoals shit. Ja, toen ik hier kwam, waren er drie, dus wat dat betreft. Nou, ik heb al twee Blaze Rats. Hoeveel heb jij? Ik heb er nul, ze zijn gewoon nog niet gedropt. Want die hebben we nodig voor de Eyes of Ender, die naar de portal leiden, hè? Snap je? De wat? Je moet een Ender Pearl mixen met Blaze Powder. Als je die in de lucht gooit, leidt die naar een End Portal. Ja, dan hebben we daar wel heel veel voor nodig. Nou ja, soort van eigenlijk. Je moet ze ook niet gaan spammen, maar je moet lopen, zeg maar. En dan moet je dat gaan... Je moet zeg maar ze in de lucht gooien, moet je een stukje gaan lopen. Want ze leiden maar één kant op, maar op een gegeven moment vallen ze naar beneden. Je kunt ze opvangen en ze weer gebruiken of ze gaan kapot. Oh ja, oké, laat maar dan. En dan gaan ze zeg maar die kant op. En dan uiteindelijk kom je bij een portal, dan gaan ze naar beneden toe. Dus ja, ik heb drie blaze powder. Of drie rots, bedoel ik. Ga jij hier verder, dan ga ik op zoek naar... Netherwards. Want anders gebeurt er helemaal niks hier. Even kijken. Even kijken. En we wachten eens even. Als ieder dingetje op elkaar lijkt, dan moeten wij dus terug naar die ene meuk. Even kijken. Kunnen we... Nee. Waar was de uitweg dan? Ik denk hier. Ik heb nu twee blazegods. Is goed, ja. Ik heb er drie, dus... En hoeveel hebben we er ook weer nodig voor een brewing stand? Eén. Ja, als ik het me goed herinner, één. En hoeveel blazegods hebben we nodig voor genoeg... Ik heb een chest gevonden met een flitter steel en iron horse armor. Serieus? In de nether? Ja, ik kan nu chests vinden, dat is nieuw. Oh god, een ghast. Boom! Oh, ik ben weg hier. Die kun je tegenwoordig ook vinden, meneer de Tim. Nice. Even zien. Hallo. Auw, jezus, kreng, hé. Ik hoop dat je snel een netherboard vindt, want dat hebben we wel nodig. Ja, volgens mij gaat het nog interessant worden, want ik vind maar niks hier. Maar misschien deze kant al langs. Misschien vinden we hier wat. Ik heb vier blazegods. Dat is mooi, dat is heel mooi. Gaan we gewoon door met blazegods vormen. Die dingen die zijn echt cruciaal, hebben we echt heel hard nodig. We kunnen ook gewoon een spawner maken in de echte wereld. Dat kunnen we doen. Ik heb kool gekregen van een Wither Skeleton. Daar fuck, man. Fuck logic. Inderdaad, fuck logic. Doet! Ik heb geen behoefte aan jou. Oké. Au, ik brand die dood, zwart. Au, man. Au. Laat mij. Wat? Is dat nog een por? Is dat gewoon nog een... Fortress daar. Ga daarheen. Dat is helemaal kapot volgens mij. Ik denk niet dat het handig is om daar naartoe te gaan. Ik heb hier een warp gezet. Ja, ik vind het prima. We moeten gewoon op zoek gaan naar... Zal ik naar jouw TP? Kun je doen. Of ik ga hier... Zal ik hier nog even blijven kijken? Wauw. Hoe komt een skeleton hier? Die spannen hier toch niet normaal? Jawel, die spannen tegenwoordig hier. Even kijken, echt verdomme. Dit is echt zoveel. Kun jij misschien... Weet je wat, zullen we gewoon naar dat andere portal gaan? Of naar dat andere fortress? Kunnen we zo erg gaan. Ik kijk nog heel veel hier. Ja, want die is er vlakbij bij, dus... Nou ja, we moeten zeg maar een lava lake oversteken, dus... Ja, inderdaad, lava lake, geweldig. Magma cube. Kill hem. Wat krijgen we dan ook weer? Daarmee kunnen we fire resistance maken. Anders moeten we slimes gaan vinden. Fire resistance hebben we nodig. Doen die beesten veel damage? Nee. Het zijn slimes. Dus... Ze worden wel kleiner. Inderdaad. Even zien. Nou, ik ga maar naar dat ding toe, want hier gebeurt helemaal niks. Even zien. Oké. Nee. Oh, kut. Leroy! Nice, oké. Ik ben gewoon over lava heen gesprongen. Skills! Fire resistance hebben we eigenlijk niet nodig. Het is enorm handig. Ik heb drie magma cream. Oké, dan kunnen we dus drie van die potions maken. Of nee, dan kunnen we er heel veel maken, want je doet er gewoon één in en dan GG. Nou, ik ben ondertussen bij dat andere ding, dus je kunt er met de P eventueel, als jij daar zin in hebt. Hey, gloestoel. Hebben we nodig. Gloestoel.
Wacht, nee, ik heb die ene pickaxe niet bij mij. Even kijken. Hey, zit hier gewoon glowstone in de muur? Wauw. Oké, wel, dat is 22 glowstone. Handig. Wacht, nog meer. Yes, heel veel glowstone hier. Nice. Daar zijn we ook mee binnen. Maar kun jij dan misschien dat netherport of dat nether fortress erin gaan en kijken of we daar dan wat kunnen vinden? Want ja, dit is gigantisch, ja. Even zien. Ik wil de aflevering niet eerder stoppen als wanneer we die dingen hebben gevonden, maar dan zijn we in principe klaar in de netter. Dus dan is dat voor vandaag klaar. Dan kunnen wij in ieder geval verder met ons dingen thuis, zoals bijvoorbeeld chat met table room maken. XP farm. Oké, nou, ik heb bijna 2 stacks met glowstone, dus dat hoeven we nooit meer te mijnen. In ieder geval niet nu. Even zien. Nou, ik ga zo'n portal in, oké? Of zo'n fortress. Ja, ik kom zo naar je toe. Ja, TP nog niet, want ik zit nou op een of andere grote pilaren ding, dus. Oh, look at netherwards. Ja, echt. Eén random. Fucking. Eentje maar. We hebben er wel genoeg aan. Nou, eigenlijk totaal niet. We hebben meer nodig. Volgende nether castle. Ja, TP me naar mij. Shit, gek. Ik heb 1 hartje. TP, snel! Stepe Tony Movies. Ja. Kijk, snel heal jezelf of zo. Ik ga wel eerst. Ik pauw gewoon achter je aan, hoor. Oké. Zo. Eens kijken of we hier nog boeiende meuk vinden. We kunnen ook chests gaan vinden en zo. Wat de fuck? Tim, kom naar mij. Yeah. Leap of fate. Gaat het nu vallen of wat? Nee, ik wou net zeggen, dan zitten we gewoon vast. Nou. Wat? Gaat jouw hoofd! Hoe moeten we daar weer langs komen dan? Want dat is iets voor de volgende aflevering. /home. Serieus. Maar heb jij 1 nether wart dan? Yep, ik heb 1. Dan hebben we nog wel soul set nodig. Dat is het enige. Wat is dit? Een staircase. We hebben soul set nodig, Tim. We kunnen niet eerder de aflevering stappen dan wanneer we soul set hebben. Spant dat random, of niet? Ja, je kunt het random in de nether vinden. Oh ja, dan kunnen we dat gewoon straks gaan zoeken. Oké, nou, weet je wat we gewoon doen? Ik ga het hierbij laten voor vandaag. En Tim, denk ik ook, dat lijkt mij wel. Volgende aflevering gaan we proberen hier weer langs te komen. Want Tim die moest toen nodig weer dat ding doen en alles. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat even een like achter als je het een leuke aflevering vond. Abonneer nog even voor meer Minecraft Quest for the Ender Dragon. En Tim, wil jij nog wat zeggen? Bedankt voor het kijken. Ja jongens, bedankt voor het kijken en volg me op Twitter @ShadowGames23, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering geüpload wordt. Tot de volgende keer en dan zien wij jullie later. Dus ja, later mensen.